Ja, voorzitter, want ik realiseerde me dat ik één vraag niet had gesteld. Dus, en de heer Wassenberg, zijn betoog aanhorende, pleit voor nationale bevoegdheid om van alles maar toe te staan. Maar is de heer Van Wassenberg met de VVD-fractie eens dat op het moment dat we regels hebben, dat deze regels ook juridisch getoetst moeten worden, om ook enige zekerheid richting een ieder te geven, of dat dan ondernemers of consumenten of andere organisaties zijn, of laat de Partij voor de Dieren de juridische haalbaarheid achterwege. Ja, was hem, op het moment dat de hele Kamer zich, of een groot deel van de Kamer zich uitspreekt tegen die stoffen, tegen die landbouwgiffen, dan kan het niet zo zijn dat er wordt gezegd, oh, het mag niet van Brussel, dan doen we het niet. Wat dat betreft moet een land ook een eigen bevoegdheid hebben. En mijn vraag aan de staatssecretaris was dus, kijk of u draagvlak kunt vinden in Europa om te zorgen dat wat dat betreft Nederland niet weerhouden wordt door Brussel als het gaat om het verbieden van gevaarlijke landbouwgiffen. Mevrouw Lodders. Ja, voorzitter. Volgens mij maakt Nederland nog steeds onderdeel uit van Europa. En dat is een groot goed. En daar hebben we een heel aantal afspraken. En ik vind dat de heer Van Wassenberg heel erg gemakkelijk voorbij gaat aan de juridische houdbaarheid. En op het moment dat wij een besluit nemen, of een voorgenomen besluit nemen, dan is het misschien heel erg verstandig om het besluit voor te leggen aan bijvoorbeeld een landsadvocaat, om juist dat soort zaken te toetsen. Is de heer Van Wassenberg dat met mij eens? En die vraag zou ik dan tegelijkertijd ook richting de staatssecretaris willen stellen. En het gaat het om het imidacloprid dossier. Mevrouw Lodders, het is Wassenberg. Hij behoort niet tot de adellijke tak. Hij behoort tot de arme tak. Dus het is Wassenberg zonder van. Oh. Zaslijk. En dat was Wassenberg. Ach, nou moet ik helaas degraderen. GH, voorzitter. Dank voor deze correctie, voorzitter. Dat van de arme tak had u niet hoeven te zeggen, maar het is wel correct. Nou ben ik heel even apropos af. De vraag is inderdaad, we zitten met z'n allen in een Europese Unie. Daarom heb ik ook aan de staatssecretaris gevraagd, nu kan het nog niet dat je als land daarvan afwijkt. Daarom is mijn vraag aan de staatssecretaris, is het niet raar dat je hier als land niet van af kan wijken en kunt u draagvlak zoeken in Europa? Om te zorgen dat je als land de nationale bevoegdheid hebt en houdt om bepaalde stoffen te verbieden. Bepaalde gevaarlijke giffen waarvan de Tweede Kamer zegt, die willen we hier niet in Nederland. Dat was alles wat ik vroeg. Bedankt, heer Wassenberg. Dit is een interruptie van professor Dijkgraaf. Dank u, voorzitter Graus, met CH, denk ik dan. Voorzitter, ik zou de heer Wassenberg willen vragen. Hij zegt aan het begin van zijn betoog dat er geen afzetcijfers zijn en dat de staatssecretaris ze geheim houdt al jaren ten aanzien van bestrijdingsmiddelen in de landbouw. Is de heer Wassenberg bekend met compendiumvoordeleefomgeving.nl waar al jarenlang deze cijfers gewoon te downloaden zijn? Heer Wassenberg. Dat zijn niet de verbruikscijfers die gewoon in heel Nederland verkocht worden. Greenpeace heeft die nou achterhaald. Dat is met veel moeite gepaard gegaan. Maar wat wij dus gewoon willen zijn de totale verkoopcijfers in Nederland. En die zijn niet te vinden. Voorzitter, ik zou toch aanraden om daar eens op te kijken. Want er staan gewoon de afzetcijfers op, voor zover ik het begrepen heb. Maar laat ik de vraag dan zo stellen. De staatssecretaris heeft zojuist een brief gestuurd met een statistische uitleg over de verschillen. Niks onder het tapijt vegen. Die cijfers zijn gewoon bekend, de verschillen die er zijn statistisch te verklaren. Dus kan de heer Wassenberg dan het inhoudelijke probleem duiden in plaats van statistische wonderen ten toneel voeren? Heer Wassenberg. Ze zijn niet te vergelijken, want het zijn hele andere manieren. De cijfers van het CBS zijn niet te vergelijken met de verkoopcijfers. Die worden voor een belangrijk deel gebaseerd op enquêtes. En het gaat daar om het verbruik. En het gaat alleen maar om bedrijven. Het gaat niet om de overheid. Het gaat niet om particulieren. En waar wij in geïnteresseerd zijn, is het gebruik van die giffen in Nederland. En niet alleen wat er uit enquêtes door het CBS achterhaald kan worden bij bedrijven. Dank voor de antwoorden. Meneer Geurts van CDA, we gaan graag naar uw inbreng luisteren. Ja, voorzitter.